Bubbly. Goedemorgen allemaal. Zo, nieuwe dag. Het is vrijdag. Yes. Vertel. Het is echt vandaag echt super warm. Het is lekker. Ja. En we staan vandaag bij de bouwhof, want we moeten nog wat dingetjes halen voor de... Kozijnen. We gaan een hoor halen. Even kijken. Ja, een hoor, want die hebben we nu niet. Dus nu, als we de deur openzetten, kunnen alles naar binnen. En als de katten binnen zijn, dan lopen ze in één keer naar buiten. Ja. Dus, en we willen wel de deur open hebben, dus... Ja, we gaan even kijken voor een hoor. Een speciale hoor, toch? Ja, voor de deuren. Ja, natuurlijk. Maar een speciale hoor. Ja. Wat voor? Weet ik niet. Een dubbele deur hoor, dus die van twee kanten verschuift. Oké. Ja, dat wij... We hebben thuis even uitgerekend. Ja, maar ik was er niet bij. Oh, nou. Ik was er niet bij. Dan gaan we naar binnen. Loop ja, maar. Ik heb heel veel... Ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt er heel veel zin in, niet? Muts. Wat is er nou opeens aan de hand? Het is gestoken. Gestoken? Ja. Wil je nou opeens gestoken? Ja. Door wat? Ja, door dit. Wat, door wat? Ah. Door dat? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is een... Oh my god. Oh my god. Wat film ik? Ik weet het niet. Het is een megaturtle. Oh. Wat is het? Oh. Zo aan de kant. Zo dik. Zo dik. Ja. Wat is het? Trap het dood. Nee, niet. Trap het dood. Is het nog steeds levend dan? Ja. Die wat toch? Oh nee, het zit op mijn vinger. Het zit op mijn vinger. Maar wat was het? Ik weet veel. Ninja Turtle was het. Oké, een deurmat. 1,60 meter. Die liggen ze op de grond. Maar voor buiten, hè? Nee, niet voor buiten. Dit is voor binnen, denk ik. Dit oogt voor binnen. Dit voelt als voor buiten. Ja, dat dit weet ik niet. Buiten. Aan de andere kant, matter. Dit voelt wel als buiten, want het is helemaal hard. Hier is hier heel wat. Dit is binnen. Dit oogt voor buiten. Even kijken. Maar het ziet er niet... Maar ze zijn allemaal... Dan moet je er twee naast elkaar. Maar dat is niet mooi. Ja. Ja, daar komt het wel op netje op neer, denk ik, als ik het zo bekijk. Was. Ja, voor jouw balkon. Het is best wel leuk op zich. Op je balkon leggen? Ja. Ja. Maar ja, ik vind het geen leuke motten. Ja, ik vind het ook. Ja, gaatjes in. Ja, ik kan het water weglopen. Ja, maar het is niet echt leuk. Het is ook een beetje hard. Ja, kijk eens, echt een schoenenmat. Oh, wow. Wauw. Echt een schoenenmat. Dat zocht ik al die tijd. Een schoenenbakje. Een schoenenmat. Een schoenenbakje. Maar hier zit ribbeltjes in. Ja, want dan zit je... Schoenen, het is omhoog. Je kan het vocht ernaast lopen. Ah, oké. Okay. Schoenenmat. Moeten wij een schoenenmat hebben? Ja. Ja, voor wat? Maar past je... Die past voor in de... Ja, maar voor. Maar hier passen bijna geen schoenen op. Nee, twee schoenen. Twee paar. Mijn paar en mijn paar. Duh. Maar goed, we zoeken even echt super. We zoeken dus eigenlijk een mat voor 1,60. Deze hoor, denk ik bij... Hè? Hè? Huh? Deze mat heeft twee prijzen, zie je? Dus je kan kiezen welke je wil. Wil je de goedkope of de dure mat? Ik wil de goedkope. Ja, ik heb altijd een ieder onder. Oh, dat wil ik graag. Kom, en dan moet je even de ijzeren strippen voor langs de... Zo, je heeft iets gespot. Oh, die heeft wat. Het is een spotter. Oeh, die maar goed. Het zacht. Voelt wel lekker zacht. Het is wel lekker zacht. Een chauffeur. Hier gaan strippen, toch? Dit is wel heel strippen, toch? Toch. Okay. We moeten 12 centimeter hebben en die is Pierre. 8. Dat is helemaal niet goed. Dat is nog niet goed. Daar is nog niet goed, hè? Niet goed, hè? Er ligt iets onder misschien. Scroll. Ja, ik zie het ergens. Tot alleen maar kleiner. Maar misschien kunnen ze wel bestellen. Ja, daarom. We gaan even naar zoeken naar een poppetje. Wat zeg je altijd poppetje? Hier meneer? Ja. Is dat een meneer? Ja. Ja, dat is gewoon een broer. Nee, hier niet. Dit is een meneer. Nou, 12 centimeter. Is er niet. Is er niet. Dus daar zijn we wel heel snel uit. Ja. Het plan zou kunnen worden. Dat we 2 keer 6 doen. 2 keer 6. Heb je 2 stookjes. En dat wordt samen 12. 12. Dus dan krijgen we zoiets. En dan kan het wel, denk ik. Ja, ik hoop het. Zoiets. Ik weet niet of het glint. Misschien is die ook al in het zwart. Of hebben ze die bruin misschien van? Dat denk ik niet.
Ja, we moeten wel even zagen, want... Ja, het past niet in de auto, zeg maar. Dit is tot daar, tot... Ja, tot daar. Tot hier, dat ja. Is wel erg. Dat is wel erg, man. Dat past niet. Maar even kijken hoe we moet zo'n Lamborghini nemen, of zo'n hele lange auto. Lamborghini, oh, Lamborghini. Ja, zo'n lange. Oh. We zijn er dan. Oh, daar zijn we. We gaan weer, toch weer afwijken. We waren eigenlijk richting... De hoorde. De hoorde. Ja, we zien jullie mensen. Want elke keer zijn we op zoek. Maar dit zijn witte. Ja, maar dit is heel veel bruin en zwart, hè. Maar dit zijn gewoon planken. Dit is te dik. Dat is te dik. Oh, nee, dat is een zagerij achter. Hier zit je al op die witte klinkjes. Dit zijn hoekplinten. Nee. Nog een even kijken. Weer snel doorheen, want anders blijven we zoeken naar dingen en zien we elke keer weer dingen. Dus we gaan even naar boven. Hoe is het met je kind? Okay. Nou, dat is wel een hele grote dikke kind geworden hoor. Heeft hij op je schouders geprikt? Nee. Oh, niet op je schouders. Oh, ik dacht dat het leek, ik dacht dat het een schouder was. Even je handen desinfecteren. Is het niet lekker, Spoel? Ik denk dat je daar moet zijn, toch? We moesten daar. Die kant op de kop. Ja, dat is altijd. Ja, en dan nu rechtsaf. Nu? Rechts, ja, rechts. Van de badkamer. Ja, je kan toch doorheen lopen? Ik ga door de badkamer. Badkamer. Hallo, ik zie badkamer. Aangekomen. Ga zo even, zo zie je iemand lekker in bad. Hoe is het? Ja. Oh, hier is nog een aanbouwtje. Hier een aanbouwtje. Nee, rechtsaf. Ja, en daar ja, kom je in de buurt van de horen. Van de ramen. Kijk, ja. Dit systeem hebben we hier. Dit systeem. Maar onder die geen rust? Ja, wel. Ja, oh ja, is precies hetzelfde. En hoe werkt het? Laat maar zitten. Ik weet niet van welke merk dat is, want ze hebben als het goed is 3, 4, 5 merk. Nou, hier moet je hebben. Daar moeten we even naar kijken. Dit is het lager, die andere. Ja, dat is een handvat. Wat is dit? Vertel, jij hebt wat papieren, documentatie, vertel het zo. Als we hier een roldeur gaan doen, heb je in ieder geval hoekprofielen nodig. Die zijn best duur, €150. En maar dan dat is dan, het is een profiel omhoog, zo en zo. Ja, het is, nou ja, het is zeg maar zo, want hier tussen wordt dan die roldeur gemaakt. Hij moet ergens tegenaan. Okay. Maar we krijgen dan wel 10% korting, dus het is eigenlijk weer niet €150. Maar we moeten dan wel €150 montagekosten betalen. Volgens mij was het op internet allemaal gratis. Want hier kom je in totaal op €885. €900. En ik heb hem al voor 603 gezien. Wow, dat is gewoon een avondje uit eten.nl. Ja, dus ik wil ook nog even bij die andere kijken. Die zit hier namelijk om de bocht. Dat we dus gaan shoppen. Ja, we gaan even om de bocht kijken. We gaan gewoon weer dus echt winkel in winkel uit. Ja, gaan we even. Maar die zit hier vlak naast. Die zit hier vlak naast. Oké, okay. We gaan. Ja. Dus hebben ze een inmeet- en montageservice. Ja. Nou, dat is het opeens over pasje moest je nemen. Nou, een pasje, dat daar heb ik dan denk ik weer. En dan moet je voor betalen voor het pasje. Dat vind ik dan wel weer apart. Dus dat, maar goed, we gaan het er maar mee. Oh, wacht even. Komt drie lang? We gaan terug. Nee, we kunnen nog. Mijn hoofd op een hele zware heining. Nou. Oh, er komt een pauw hier tegemoet! Oh, nee! Goed, we gaan even naar de volgende winkel. Zit hier vlak in de buurt. We gaan even vergelijken. Ja. Oké. Even hier kijken. Ja, het staat hier nu op een vrachtwagen. Maar we hebben geen idee of het hier is. Ja, we moeten hier naar binnen, denk ik. 33. Ga iemand uit? Nou, je moet dit is 33. Ja, maar gaat er niet aanbellen? Ja, ik sta hier een meneer, dus ik ga gewoon hier vragen. Hi. Hallo. Wij zijn denk ik op zoek naar HD-shops. Dat is hier. Kijk. Oh, nou, oké, wij hebben namelijk op internet gezien dat jullie... We hoeven niet met de auto hoor, we kunnen gewoon vanaf hier zo, dan kun je daarheen lopen. Ja. Nee, je hoeft niet met de auto. Dat is...
heb wel een ander nummer erop. Ik denk eerlijk gezegd dat hij gewoon geen zin had in die opdracht. Die had gewoon geen zin in die opdracht. Die stuurt mij naar zijn buurman. Nou, we lopen naar de buurman. Die stond het dan met zijn vrouwtje, weet je. Ja, die man is weg. Oh, die is ook weg. Ja, wel lekker. Oké, vertel. We hebben echt van alles. Van alles? We hebben niks, maar we hebben toch van alles. Oké, maar vertel even. We zijn meeste vragen voor een rolhoor waar we eigenlijk voor kwamen. Ja. Die hebben we gevonden. Was er ongeveer net zo duur als de Bouwhof, iets goedkoper. Maar wel, die mevrouw heeft wel in alles met ons meegedacht. Ja. Dus we zijn uiteindelijk terechtgekomen bij vloermatten, binnen en buiten. Yep. Het herstellen van de parketvloer, hoe we dat gaan doen. Yep. En vrouw gaat een stripje voor ons navragen hoeveel dat gaat kosten. Helemaal mooi in de grijze kleur, dat het ook niet zo lelijk is op de vloer. Yep. En we hebben matjes gevoeld, hè? Yep. Voor binnen en voor buiten. Yep. En wat hadden we nog meer? Was dat wel. Ja, en dat we uiteindelijk de vloer moeten gaan behandelen. Want onze vloer die schreeuwt om aandacht. Yeah. Ja. Er staan allemaal autootjes hier van het buitenland. Ik moet kijken of ik in het buitenland ben. We moeten even die vloermat testen aan de overkant. Ja, hier even testen. Hallo. Hoi, we komen even een vloermat testen. Kijk, wat heb je daar? We hebben hier allemaal soorten matjes. Ja, samples. Vijf matjes, samples dus. Ja. En moeten we even gaan proberen welke. Waar is dat van? Eens kijken. Van die zijn we. Ja, veeg je voeten. Veegjevoeten.nl. En dat is voor de binnenmat. Yep. Oké. Okay. Dus we gaan even. Ja. Ja, dat is voor de vloermat binnen. Ja. Ja. Maar we hebben nog niks voor buiten. We hebben nog niks voor buiten. Dus je hebt nu eigenlijk al een mat zo meteen voor binnen. Maar niks voor buiten. Dan nog niks voor buiten. Top idee. Top idee, hè? Ja, ja, spring in de auto. Geniaal voor mij. Geniaal weer. Ik ben het roesje kwijt. Ze is beneden. Dat kan je niet zeggen in de chat. Maar ze moet ze daar ergens beneden. Ja, dat is te hoog, denk ik. Ja, dat dacht ik al. Zeg, wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zoeken het ezels. Ezels? Want er zijn nu... ezels? Ja, in Star Stable hebben ze met de update. En moesten we ezels zoeken. Alleen, ja, we hebben er pas één gevonden. Tenminste, soms echt geen idee. Maar ze kan het nergens vinden. Maar in ieder geval, ik heb vandaag weer lekker paard gereden. Ja. En ja, eigenlijk als pony. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Zo, ik heb school gestemd. Zo beter. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie je bij de volgende video. Tot de volgende video. Doei doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!